Beautiful Boy is de eerste Amerikaanse film van Felix van Groeningen, de maker van De Helaasheid der Dingen en The Broken Circle Breakdown. Het is geen cheesy Hollywoodfilm, echt niet. Daarvoor is het te ongepolijst. Is het een heel genuanceerde film. My son has gone missing. Nicholas Sheff, S-H-E-F-F. Er zijn gewoon veel Europese regisseurs die naar Hollywood trekken en die daar dan iets slecht maken. Dat onherkenbaar is of dat je afvraagt waarom hebben die dat gemaakt. En dat is het zeker niet. Ik denk dat het altijd een film van mij is, want hij speelt met thema's die vaak terugkomen in andere films. Het is een vader-zoon-relatie, het gaat over dynamiek binnen familie, verslaving ook en je verliezen. Het zijn allemaal dingen die ook wel in andere films zijn teruggekomen. En daarom denk ik, en ben ik er fier op, en is het echt wel een film van mij. In september werden in Oostende de Vlaamse filmprijzen uitgedeeld. De grote winnaar was Le Fidèle, die met maar liefst 6 beeldjes ging lopen. Thuis geëerd worden blijft toch nog altijd een van de schoonste dingen die er zijn. Hoor. Het is fijn om internationaal erkend te worden, hè, maar als thuis niemand dat weet, is het toch niet hetzelfde ding. De Ensor voor beste film moest Le Fidèle wel delen met Zagros, die daarnaast ook de prijs won voor beste scenario. We zijn trouw aan een sociale cultuur. Daardoor denk ik dat je een soort authentieke cinema krijgt die erkentelijkheid in het buitenland begint te krijgen. Wij zijn echt uitgevlogen. Ja, je kunt dat eigenlijk zo wel zien als een vogeltje dat in een eiken komt en dat moet uitvliegen. En uiteindelijk, hoe lang is onze geschiedenis van film en televisie? Ja, dat is nog zo onnoemelijk lang vergeleken met andere landen. Dus ik denk dat heel logisch is dat uiteindelijk ook ging gebeuren.